echt helemaal afgestopt. Hier. Ga zitten. En dan gaat het daar werken. En dan is dat mijn tv-box binnenkort. Ja. Hele goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. En wie is er ook vandaag weer? Loutje! Ja, precies dat. En het is vandaag dinsdag 10 januari 2023. Ja, ik mag er niet over liegen. En het is nou net 11:30 geweest in de ochtend. Ja, we zijn hier lekker druk bezig. Ik heb al de kattenbak weer schoongemaakt, want dat was ook echt nodig, want ik heb 2 zakken motten vullen. Dus die liggen weer in de vuilniszak. Ja. En ik heb hier een mevrouw Piepstra. Heb ik daar eentje zitten. Heel mooi. En daar heb ik er eentje liggen. Ja, hi. Oh ja, en dan. En toen. Nee. Ja, dus en dan. Oh ja, en dan. Oh, dus. Mooi, dat is heel fijn. Ja. Dus, en wat er vandaag allemaal op de planning staat, ik weet het niet. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. En jullie ook. Nou, niet nodig om zo te piepelen. Kom, move. Nee, is niet nodig. Is je niet meer nodig, niet. Nee, we zijn lekker even muziek aan het doen. Wat zit je mooi? En wat liggen jullie er mooi bij? Nou, niet zo nodig. Klaar. Niet piepen. Oh, een keer hoog piepen. Nee, is niet nodig. Nee. Wat doe jij dan allemaal? Wat doe je allemaal? Lady, die ligt er wel bij, die heeft zoiets. En ik vind het allemaal wel prima. Hé, Leid? En jij ook, hè, Bjoed? Ja, je vindt alles wel goed, hè? Ja. Ja, je vindt alles wel prima. Ik word er helemaal afgesnoept. Hier. Ga zitten. Nee, zitten. Nee. Ga zitten. Ik wil wel, hè? Kus, kus, kus. Voor jou wel. Kijk voor jou kusje. Niet kusje. Nee. Kus. Ja. Half tongen. Zo'n half aan tongen. Ik heb maar 2. Nou, en je weet waar en waar de zak staat, denk ik. De zak die staat precies daar. Ja! Je moet zien, wel heb je de tong in mijn mond. Lebberaars. Ga zitten. Ja, ja, je gaat poot geven. Op! Op! Daar!
Ga je bal pakken. Ga je bal pakken. Ja, niet, hè? Oh, zeg het ook spelen, Lees. Ga pakken dan! Nee, ik heb niet meer een appel. Ga pakken dan! Pak die bal. Ja, dag, bal. Nee, ik heb niet meer. Oh ja! Ga maar eens piepen met z'n allen. Ga maar eens piepen met z'n allen. Hè? Ik weet het wel. Ze moeten naar buiten. Zometeen, straks. Niet meer. Zometeen. En wat moet jij? Zo. Nou, liggen. L-I-G-G-E-N. Nu. Jij ook. Liggen. Af. Plaats 1, 6, 8, 10. Lady snapt hem, jij ook. Goed zo. En nu jij nog. Plaats. Af. En rust. Wat de toch het laatste woord hebben, hè? Zij altijd. En daar zijn we weer. Ik ga iets van 15 euro tanken, jongens. 15 euro is zat. Ja, 15 euro is zat. Tussen de 15 en 20, man. Kijk, daar zitten we alweer op de 10. Het gaat wel hard. 11, 12, 13, 14. Nou, dan weet je wat. Ik doe lekker 20. Mooi rond getal. Helemaal uit. Ja. En kop af. Kopje, kopje, kopje af. Kijk, netjes. Zit er weer wat in. We zijn er weer. We zijn er weer. Hartstikke idee. Hola, die. En wie hebben we daar? Kijk, dat is mijn lieftallige man. Ja. Hartstikke idee. Hola, die. Zo. Wilt u dat eventjes wel in de kar doen voor mij? Ja. Heel even erin gedaan. Ja, precies dat. Dus. Ja. Wij gaan dus weer eens even naar de bekende vierkante glazen koelapparaat, toch? Het is toch een koelapparaat of wat? Waar we altijd naartoe gaan. Ja, maar Emma, dat woordje wou ik nou net niet pakken met die laatste drie cijfers. Het is toch een... Hallo! Ja. Ja, dat weet ik ook niet. Moet je het van haar gaan vragen waarom ze daar niet... Eetbare planten. Ja, dat zou kunnen. Eetbare planten. Ja, maar die hebben we ook wel. Zo. Weet niet wat er in zit, maar... Eeuw. Zou jij zeggen al? Eeuw. Zooi. Ja, dat zeg jij altijd weer. Zooi. Nee, maar entrecot, dit... gerijpt. Nee. Huh? Voor 4 euro een entrecot. Nee. Niks voor mij hier. Sowieso niet. Wat is dit? Varkensfilet. Nee, hoef ik ook niet. Varkensfiletjes zijn best lekker. Maar niet voor 4 euro. Alsjeblieft, de kar staat meer achter. Kibbeling. Nee, die hoef ik niet. Vind ik veel stiek. Deze en deze golf moet ik niet, hoor. Nee, ja, nee, die hoef ik niet. Wordt. Ja, hoef ik ook niet. Nee. Allemaal niet. Allemaal niet? Nee, allemaal niet. De wat? Olie. Nee, ook niet. Nee. Hoef ik ook niet.
Boeh, wat zou Dan nog willen hebben? Ik heb nog een hele schuur vol. Ik heb nog een hele vriezer vol, bijna. Nou ja, nog steeds. Ik heb nog een voorraadkast vol. Ik heb nog een andere koelkast helemaal vol. Ik vraag je in de winkel bent om nog wat bij te kopen. Af en toe wel, ja, vind ik leuk. Is toch wel natuurlijk. Nee. Ja, misschien met een soepje of zo. Ja, misschien. Ik hoef geen bruin. Ik haat bruin brood als ik. Ja, zal ik dat doen? Ja, ik ga een stokbroodje pakken. Ja. 1, 2. En dan gaat hij daar werken. Nee. Ja! Zo, dan pakken we zo de onderraad. Ja. En dan is het even zo. Knoopje erin lachen. Hij wordt nou wel beter en mooier en gesneden. Hé, hoe toevallig. Kijk, en deze kant zo in het mandje. Ja. Dank je. Dank je, dank je, dank je. Een hele bak met bladeren. Nee, dat, en dat mag ik al niet eens. Dit is zo zoet. Daar krijg ik al gelijk een dumping van. Dit is met pistasnoten, kokos en walnoten. Nou, dat ga ik maar even niet doen, schat. Dat ga ik maar even lekker niet doen, nee. Ah, wat lief. Ah, nou, dat had je net niet hoeven doen. Nee. Is leuk. Ah, heerlijk. Wil je weer even kijken? Ja. Ja, je weet het nooit. Hier. In deze winkel. Je weet het nooit. Zo. Appelsap. Nee, tomatensap en zo. Ja. Bio. Bio. Nee, er is niks inderdaad. Nee, je hebt gelijk. Je hebt eens een keer gelijk. Er is niks. Nee. Poes staan er. Nee. Alleen maar borrelplankje. Borrelplankje cocktail. Borrelplankje. Alleen maar borrelplankjes. En een zelf, maar geen borrelplankje poes staan. Nee. Sorry. Ja, ik zit hier eventjes bij en bij de eettafel. Maar ik zit eventjes via mijn laptop... tablet, eventjes QC te kijken en met zijn dochter. Nou, als je slappe lach wil hebben, dan moet je dit zeker gaan kijken. Oh, geweldig. Ik laat jullie het even mee kijken. Hij laat dus aan zijn dochter zien over van vroeger vs nu. Dus van wat wij dus vroeger hadden. Een strippenkaart, MSN, Hives, ga zo maar door. Lachen. Elke keer als ik over mijn mooie squartkabel begin... Die platgedrukte maar, boterham die je daar ziet. Zijn dochtertje, die heeft zo'n leuke lach, moet je me opletten. Ja, zonder dit ding? Als jij geen HDMI-kabels, ben jij nu DustTuber in Full HD kan kijken? Ja, lach maar. Dat ik heel dat kanaal blokkeer van DustTuber. Wat is dit? Dit was een camera. En jij hebt het luxe met dat geniepige iPhone'tje van je. Want daar heb je een camera in jouw telefoon zitten. Maar vroeger hadden wij zo'n camera. En dan kon je foto's... Dat zeg ik. Dat is gewoon zo leuk. Ja, ik vind het leuk. Maar echt ook gewoon dat lachje van er. Oh, heerlijk. Dus als je zoiets wil kijken, ik zou zeggen, kijk eventjes. Want dit verdient gewoon dikke respect. Echt waar. Even kijken hoor. Ja, ik laat ook even zijn kanaal even zien. Kijk, QC. Zo, en zo schrijf je zijn naam. Klaar. Zo. Zo schrijf je zijn naam, ja.
Dus ja, dat zeg ik. Als je wil lachen, moet je even zijn kanaal checken. Ik moet straks Ro wakker bellen tussen 8 en 8:15. Dat is nu op dit moment bijna 6:15. Ik heb pijn in mijn rug, ik ben ook even moe. Dus ook ik ga eventjes even liggen. Val ik in slaap, val ik even in slaap? Nee, lady. Lady, nee. Waarom ik nee zeg? Omdat mevrouw dus daar staat en bij de vuilnis. Lady, nee. Gaan we niet doen. Kom eens hier. Dankjewel. Gaan we niet doen. Nee. Echt niet. Dus nee, dat zeg ik. Ik ga ook eventjes bijkomen. Eventjes ook voor mezelf. Eventjes mijn rust weer even. Wat? Ik ben aan het vloggen. Ik ben aan het filmen. En voor de kijkers thuis. Dan ga jij er doorheen lopen piepen. Wat is er aan de hand? Nou, dan moet je gaan liggen. Kom. Op de bank. Liggen. Ja? Ja, ja, mevrouw Piepstra. Want? Eigenlijk wil ik nog eigenlijk deze weg halen, zeg maar. Deze. Waarom ligt... Oh ja, dit is de 3D-bril. Ik denk al, hè? Waarom ligt daar nou weer een bril? Maar straks, als Ro hier dan is, wil ik eigenlijk... Even wat anders om switchen. Oh, daar stond mijn adres. Ik weet niet of het heel netjes in beeld kwam. En anders moet ik daar even weer wat op gaan verzinnen. Het is klein en vergroot. Je kijkt, plezier. Ja. Die wil ik eigenlijk nog even gelijk met jullie uitpakken. Dus dat ga ik nu gelijk even doen. Ja, hartstikke fijn. Kijk. Ik heb hier een heel mooi pakketje. Zoals jullie kunnen zien. Ik zal eventjes hier wel eventjes kijken of ik mijn adres eraf kan halen. Dat ga ik als eerst nu even doen dan. Want ik wil dan eventjes, want, ja, want. Nee, dat schiet niet op, want ik haal dat er maar vanaf. Dus ik doe het even op deze manier even. Er zit lekker veel plakband op. Jeetje. Zo. Het is goed gedaan. Kijk. Doe ik het zo. Jee. Doe ik het zo wel. Ook goed. Ja toch. Kijk. Heb ik weer alles. En dan is dat mijn tv-box binnenkort. Ja. Inderdaad. Dus dat vind ik wel heel chill. Echt. Het is een klein inimini dingetje. Dat is echt grappig, hè. Gewoon dit. Dit is er straks mijn tv-boxje, zeg maar. Wat ik dus nou nog daar heb staan. Daar. Daar, hier ergens. Hier, even kijken. Ik heb heel goed gaan kijken. Jeetje, hier. Hier, volgens mij. Even op deze hoogte. Ja, volgens mij wel. Ja. Hier en hier heb ik dus ook een kastje. Maar ik vind deze zoveel malen mooier. Oh, kijk. Chill. Ja, dan ben ik weer zo autistisch als ik weet niet wat. Want het moet weer goed zitten. Precies zoals ik het wil. Nee, maar dit is dus zometeen dus mijn tv-kastje. Hoe klein wil je het hebben, jongens, tegenwoordig? Oh. Nou. De afstandsbediening komt heel erg bekend voor, want deze heb ik dus nu ook al. Maar dan moet deze weer terug, heb ik dus weer een nieuwe. Hij is wel chiller en mooier ook weer. Mooi design. Nou, die kan weer weg, zeg maar. En hieronder, kijk. En hieronder dus nu. Ook weer een mooie. Hebben we allemaal de gebruikersgids, et cetera. En wat hebben we nog meer? Was dat alles? Oh nee. En dan hebben we hier nog een mooie. Voor de USB en voor de kabel. Hele mooie. Dat was mij al gisteren al verteld. Dankjewel Niels. Dan hebben we hier een hele mooie kabel. Dan hebben we hier ook nog een mooie kabel.
En hebben we hier nog een mooie kabel weggewerkt. Dus, ik kan kiezen welke kabel... Oh nee, dit is HDMI volgens mij. Nee? Ja, HDMI. Dit is de HDMI-kabel deze. En dit is... ja, USB-kabel en micro. En dit is dus de internetkabel. Ja. Dus, dat is eigenlijk wat er in deze doos zit. Wat dus eigenlijk in de doos zit, is gewoon heel simpel. Kleine kastje. Afstandsbediening. Folders met de gebruiksaanwijzingen. Heel erg handig. En ja. Kabel. En stekker. En een hoop dozen. Dat is eigenlijk het enige wat erin zit. Maar ik vind dit dus een heel mooi design. Echt waar. Geweldig dit. Ja. Nou, dit is dus weer een betere update van Ziggo dan wat ik nu heb. Ik laat het jullie gelijk wel zien. Het is een hele grote mega update. Ja, kijk. Ik heb dus nu deze kast, zeg maar. Deze grote kastje. En daar heb ik dan dat ding op. Nou, en als je dus dit moet gaan vergelijken... Dat is een heel groot verschil, toch? Ja. Nou, dit is dus gewoon het verschil. Mijn genade. Dit is toch raar? Ja. Dus dit is mijn oude en dit wat straks mijn nieuwe. En dan kan ik deze dus ook nog achter mijn tv hangen. Dus dan heb ik hier zometeen helemaal niks meer staan. Nee. Hoe chill is dat zometeen? Zo fijn. Roos weer even aan het helpen. Met deze mooie flessen te vullen. Ja. Dat heb je als je naar Duitsland toe gaat. Krijg je lege flessen voor terug? Nee, dat gewoon niet. Nee, lege fles heb je er niet voor. Maar wel... Inhoud. Voor een fles. Voor in de lege fles, niet van de lege fles. Nee, en dan... eigenlijk wil ik gewoon hier standaard boven 3 flessen hebben, zeg maar. Nee, ik heb beter 4, nee. Ja, ook goed. We gaan er iets meer dan 3 uit de pak, als je het niet helemaal vol hebt. Ja, oké. Okay. Nou, en ik heb in de slaapkamer heb ik gewoon zo'n fles staan, ik vind het goed. En dan heb ik nog daar, dus... ja, oké, okay, prima, helemaal goed. Lekkere informatie ook eigenlijk. En nee, ik ben geen alcoholista, jongens. Echt totaal niet. Nee, vooral niet. Nee. Maar ik vind het gewoon lekker. Eventjes, elke avond eventjes een glaasje wijntje. Even een flesje wijn, of 2 misschien wel. Huh? Mooi, oudje. Ja, ja. Wat jij wil, schat. Helemaal goed. Geen alcoholist. Nee. Maar af en toe een flesje wijn of 2 per avond, dat kan nog wel natuurlijk. Ja, met de feestdagen, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Zet je gewoon neer en dan drink je een klein slokje en dan is het weer vol. Dan zijn nog 2 flessen klaar, zeg maar. Ja, precies. Nou, ik heb al 2 flessen gehad. Net als die buurman, die wil zijn woonkamer behangen. Ja. En nou, hij wist zijn buurman, die had dezelfde woonoppervlakte, zeg maar. Hij zegt, nou, ik weet dat je het ook behangen hebt. Hoeveel rollen behang heb je nou gekocht? Nou, zegt hij 36. Oh, nou, prima. Hij gaat naar de winkel. Gaat dat behangen, heeft nog 18 rollen over. Kan dat nou? Hij naar de buurman zegt, ja, ik zat als jij gekocht. Ik heb 18 rollen over. Ja, is de buurman, ik ook. Nou ja. Oké. Dat moet je vragen of een rol heb je gebruikt, niet te veel. Nee, voor zometeen de doosjes even kapot maken en dan kan ik hierin, want hier heb ik ook alles ingedaan. En ik ga lekker kippie bakken, jongens. Dus dat ga ik dus nu eerst even lekker doen. Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog dan weer leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat gelijk even tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!